We gaan weer afsteken van de Aldi. Dus let's go. Green en de red glitter. De green. Die was raar, die maakte kapot voor geluid. Oké, we hebben nu knettertjes uit hetzelfde pakket. Doen. Ik net een rotje uit het rode pakket, het vuurwerkmix pakket. Iedereen kan gewoon hier neergooien. Oké, we hebben nog ander knetterrotje hier ook in zitten, maar deze lijken meer op bommetjes van vorig jaar. Of dit jaar waarschijnlijk ook. We hebben nog een paar vorig jaar. Pakketje bommetjes van vorig jaar nog. Ja. Kijken of ik dat badge nummer. Maar ja, in elk geval, dat maakt niet uit. Deze hebben we vorig jaar nog. We hebben nog een doodje van over. Onaangebroken schijnbaar. Ja, hij is onaangebroken. Oh, je moet hem ook echt niet openmaken. Ja, dat is niet gek als hij niet aangebroken is. Maar... Erin? Oké, ik pak deze. Dan pak jij even die andere. We gaan naar de vuurwerkmeter. Die hebben we online ook nog niet gezien. Gewoon zit ten opzichte van de vorige keer dat die er was. Dit is een zilver whistling plus crackling. Zoiets. Wow. Dat is wel heel teleurstellend. Het is inderdaad zilver, maar... Dit is geen fontein te noemen. Pak deze dan, de Silver World. Zilveren wereld. Klopt. Deze vond ik niet teleurstellend, moet ik zeggen, want ik dacht dat deze heel kort zou zijn, omdat hij best wel een leuk effect had. Oké, de Golden Fountain en de Purple Stars. Even eerst aansteken aan. Wel een grappig effect op zich. Even kijken wat. Oké, dan bewaren we die Red Pearls nog even voor straks. Eerst deze. En de Happiness Fountain. En ik wil die andere pakketje, ben ik ook al benieuwd. Dit is ook een fontein. Een blauwe pauw. Mooi, ruikt er bijna om.
Oh, dat had ik niet verwacht. Hij is wel, dat is wel leuk. Maar deze is allemaal goed. De Happiness Fountain. Oké, nu hebben we de Happiness Fountain. Sparkling cracker. Ja. Dit is niet meer. Wat is dat? Crackling cracker. Dat is een knetterhotje. Rekskringetje. Want we gaan er bovenop staan. Jongens. Doosjes zijn tot nu toe nog het beste, denk ik. Ja. We hebben nog een doosje, dus die bewaren we lekker voor twee dozen zelf. Die bewaren we voor straks. Dan pak ik eerst die superfontein. Er zijn er ook twee. De knalherten. Dit aan de onderkant, terwijl... Dat is wel fijn. Nou, dit zijn diezelfde als in het fonteinenpakket, maar die hebben wij niet. Deze hebben we erin zitten. Oh, dat is ook een bonbommetje. Maar ook van die... Kijk eens wel. Dit zijn ze los. Dit zijn de ratelint uit het vuurwerk mixpakket. Ja. Ja, zo precies. Ja. Ja, dat is wel goed. Deze heb ik gepiest. Dat is niet eens knetter. Ja. Dit gaan we dan van het stokje af en dan kijken hoe we vast kunnen plakken, ja? Dan doen we een babypijltje gemaakt. Ja, we hadden geen plakband mee, maar geprobeerd. Ik film sowieso. Nog iets zo doen.
ook, is wel leuk. Oh, we hebben nog een heel pakket trouwens. Oké, dan gaan we door naar de Mixed Fountain Box. Deze is 28-delig. Oh, kijk. Knetterpower fonteinen. Deze zien er zo uit. Ik dacht dat zijn saaie dingen, maar zijn hartstikke goede. Maar we hebben ook nog de knetterfontein, dus die kunnen we even, als we die even laten staan, kunnen we deze twee. Wacht. Ook nog deze in. Drie verschillende soorten zitten erin, volgens mij. Of is dit ook anders? Is het anders of niet? Het lijkt op vier verschillende soorten knetterfonteinen. Ah, oh, dat heeft pijn aan mijn oren. Zo. Wacht, die wil ik even loszien, want ik weet nou niet wat deed. Die witte knetterfontein, en ik wil ze even allemaal apart horen, want... Paarse. Dan gaan we door met de zwart-rooie. De soort rooie. Ja. Die is wel goed hard. Nu de groen-paars. Oh wacht, dan pak ik straks die andere nog even erbij. De gele knetfontein. Ja. Die ziet er heel anders uit. Die is veel hoger ook. Alleen deze twee nog volgens mij. En daar nog wat fonteintjes. Oké, de Disco Night en de Glamour Fountain. Doe ik eerst even Disco Night. Glamour Fountain. Ik denk dat dit vooral een zilver effect geeft. Oké, dan heb ik alleen nog deze, die we nog niet hebben gehad. Dat zijn de Glamour Fountain, dat is maar die net ook. Ja. Alleen deze met kleurtjes denk ik meer. De Flower Sea en de Red Pearls. De Glamour Fountain. Doe maar. Ja, die is wel kort, maar op zich vond ik hem niet eens heel erg
slecht of zo. Hey. En de flower seamer, daar zit helemaal niks in. Flower seamer niks? Zit die aan de andere kant dan? Of? Nee, dit is toch... Huh? Ben ik gescamd? Broer! Hè? Zijn leeg doosje. Dit is heel raar. Nou, de flower seamer zou ik niet kopen. Die zou ik niet aanbevelen. Dit is echt... Dit is heel bijzonder. Bijzonder? Ik weet niet of ik mijn beelden dat ik uitpakte. Ik wil alvast maar hebben. Ja, maar niet dat ik hem echt opendeed dat er niks in zit. Dat ga ik gewoon naar de Aldi sturen en zeggen, hey, stuur mij even flower seal op. Dit is heel gek. Kan toch niet? Het is gewoon een leeg doosje. Aan beide kanten zit er niks in.